ons naar de streekderby. Hij is tegen Dessel, Jeroen van der Putten. Jeroen, proficiat. Geel verliest vandaag met 0-3. Jullie zelf kopen Dessel en dat is een uitstekende zaak voor Heist. Ja, wat Geel doet, op zich maakt er niet zoveel uit. Ik denk dat het heel belangrijk was dat wij zelf wonen hier thuis tegen Dessel. Die gelijk stond en dat je van weet dat hij een concurrent gaat zijn de rest van het seizoen. Dus, het is nog te vroeg om echt te veel naar andere ploegen te kijken. Ik denk dat we zelf die kaap van 35 punten op zijn minst te halen. En dat is steeds heel belangrijk. De eerste helft nam bij momenten bijna de Almere's aan van België Andorra, zou ik zeggen. Het had misschien 4-0 moeten staan en 5-6-0 kunnen staan. Ja, dat klopt. Dat is ook het gevoel dat ik had bij de rust. En als dat inderdaad 4-0 of zo is, is die match gespeeld. Maar bij 2-0 is dat zeker niet zo, omdat ze toch een aantal gevaarlijke spitsen hebben lopen. Vanaf het moment dat je dan een tegengoal krijgt, ook al is het dan onverdiend, dan kan het nog heel spannend worden. Dus op zich was het echt zaak om bij de les te blijven, want het ging eigenlijk misschien iets te gemakkelijk die eerste helft. Dus hij legt onszelf onder rust moeten opheffen om te zeggen, oké, hou die concentratie, blijf scherp, want ja, een tegengoal is afgemaakt. Maar dan denk ik eigenlijk dat we op een heel goed moment de 3-0 maken. Op het moment dat zij misschien toch iets beter in de match kwamen, denk ik dat wij de 3-0 maken en dat dan ja, de match gespeeld was. Jij zelf vandaag, na een aantal weken bankzitter geweest te zijn, in een ongewone rol, centrale defensie. Wanneer wist je dat je op die positie ging spelen? Op zich donderdagavond, ja. Maar goed, ja, ik heb er nog een aantal keer gedepaneerd de voorbije jaren. Dus ik weet dat het is, hoewel het wel wennen is. Dus het was zaak van veel te praten en goed gecoacht te worden door de jongens naast en Tom achter mij. Maar ik denk dat het redelijk is meegevallen. Goed, dan heb je ook mijn volgende vraag beantwoord. Het tweede doelpunt dat jullie maken, dat was wel een hele rare. Hoe heb jij dat gezien? Niet. Nee, ik heb eigenlijk pas gezien op het moment dat de shot helemaal alleen op een lege goal verschijnt. Maar wat ik net hoor vertellen is dat het een misverstand was tussen de keeper en de rechtsachter van Dessel. Die eigenlijk alle twee van elkaar denken dat de bal naar hun gaat en op een positie op dat moment blijven. Ik denk dat Joff bij de pinken is en simpel kan binnen. Ja, waarschijnlijk de makkelijkste vooruitzicht gaat krijgen. Slotvraagje, een enige domper op deze 3-1 zijde is de zware blessures waarschijnlijk toch van de Jean Michel. Is er in de kleedkamer al iets over gezegd? Wat heeft hij precies aan de hand? Het blijkt zijn schouder te zijn. Geweldig aan het afzien, denk ik. Uit de kom of er nog iets extra is, weet ik niet. Maar het deed enorm veel zeer, waardoor ze hem niet terug in de kom konden zetten. Dus hij is net afgevoerd. En ze zeggen dat alles went, maar op het vlak van zware blessures hebben we er al heel veel gehad en het went niet. En dat zijn inderdaad zware dompers, zowel bij winst als verlies. Goed, bedankt Jeroen en nogmaals proficiat. Dankjewel en graag gedaan.